We praten nog even door over die vermoedelijke sabotage van de gaspijpleidingen. Want ook in Politiek Den Haag zijn er grote zorgen over. Zijn we hierdoor in een nieuwe fase van de oorlog terechtgekomen? En hoe moet Nederland daar dan weer op reageren? We bespreken het met buitenlandwoordvoerders uit de Tweede Kamer. Agnes Mulder van het CDA en Ruben Brekelmans van de VVD. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. En onze eigen Leendert Beekman in de Haagse studio staat naast jullie. Ha, Leendert. Hey. Mevrouw Mulder, explosies, gaten in de pijplijn. Kwalificeert u dit als een verdere escalatie? Ja, ik denk wel dat we dat allemaal zo zien. Borrell, de eurocommissaris, heeft daar ook al scherp op gereageerd natuurlijk. En dit is wat misschien wel te verwachten was, maar waarvan je toch hoopt dat het niet gebeurt. Nee. En over Borrell gesproken, de buitenlandcoördinator van de Europese Commissie. Ruben Brekelmans, hij sprak ferme taal. Hij zei, iedere opzettelijke verstoring van de Europese energieinfrastructuur is onacceptabel en kan rekenen op een robuuste en verenigde reactie. Ja, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, dat vraag ik me ook af. Oh. Want dat heeft hij niet nader gedefinieerd. Er is natuurlijk wel net weer een nieuw sanctiepakket aangekondigd, wat weer wederom vrij uitgebreid is. Het is altijd wel zo dat als het bijvoorbeeld gaat om restricties op export van technologie of nieuwe producten die niet uit Rusland gekocht moeten worden, dat altijd een beetje van afhangt hoe de details precies zijn uitgewerkt. Ja. Maar ik denk dat vooral nu de reactie is van we moeten ons niet laten intimideren door deze actie van Rusland. Gewoon stevig doorgaan met sanctiepakketten, met steun aan Oekraïne en heel duidelijk maken inderdaad dat dit voor Europa niet acceptabel is. Kijk, Rusland heeft dit wel in die zin weer, laten we zeggen, verdekt gedaan door een pijplijn. Als Rusland het is nog niet helemaal vastgesteld, maar we vermoeden natuurlijk allemaal hetzelfde. Door een pijplijn te raken die niet in gebruik is. Dus het heeft niet direct effect op de energietoevoer naar Europa. Maar het zou wel heel ernstig zijn natuurlijk als ze ook andere vitale infrastructuur zouden aanvallen, bijvoorbeeld de pijpleiding tussen Noorwegen en Duitsland. Ja. Of de elektriciteits- of de internetkabels die tussen de Verenigde Staten en Europa liggen. Ja. Dus het moet wel heel duidelijk zijn richting Rusland dat als ze zouden overwegen om dat soort verdere stappen te zetten, dat daar dan ook een stevige tegenreactie op komt. Ja, en u heeft daar ook Kamervragen over gesteld, hè? Over die leveringszekerheid. Klopt, over de leveringszekerheid en ook wat we vanuit Defensie doen om te patrouilleren, zodat we niet net zoals nu op het moment dat het gebeurt, dat we niet helemaal zeker weten dat Rusland het heeft gedaan. Dus dat maakt het dan ook moeilijk om een tegenreactie uit te voeren. En ook welke capaciteiten we inzetten om die vitale infrastructuur beter te beveiligen. Want we zien nu dat deze, in dat opzicht ook een wake-up call, dat die Russische dreiging heel reëel is, dat het niet iets theoretisch is. Dus we moeten ook zorgen dat we daar meer capaciteit hebben om dat vast te stellen. Ja. En ook dat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn in de Noordzee en in die internationale wateren. Want het is nu ook nog wel enigszins onduidelijk wie welke verantwoordelijkheid daarin heeft. Ja. En volgens mij moeten we dat ook heel duidelijk met elkaar afspreken. En eigenlijk heeft het CDA daar al vorig jaar in november een motie over ingediend. Namelijk collega Boswijk vanuit Defensie, omdat hij zich toen al zorgen maakte. Hij is ook breed gesteund, ook door collega van Wijngaarden, van mijn collega hier aan tafel. En dat gaat juist om in NAVO-verband, maar ook met al die landen, gewoon goed te kijken van hoe gaan we nou met die infrastructuur om. Maar dat heeft er dus niet kunnen voorkomen. Dus ik weet niet hoe ver ze zijn met die plannen. Mm-hmm. Maar je zou toch wel verwachten dat daar met spoed dan wel ook een antwoord op komt. Nou, er staat net op teletext. Ik kijk heel even naar Martijn. Heb jij daar Die zoekt het net op. Ja. Nieuw EU-sanctiepakket voor Rusland staat er. Ja, dat staat inderdaad op teletext. Komt net binnen. We zijn nu ook al aan het bellen achter de schermen met onze Europa-correspondent Stefan de Vries. Nou, misschien kunnen we daar later nog even op komen. Komen we erop terug. Op Leendert, nieuwe sanctiepakket. Heeft Rob Jetten, de minister voor Energie, die hoorden we net al eventjes in het nieuwsoverzicht. Wat was zijn reactie? Ja, ik heb hem even gesproken na een debat over het elektriciteitsnet en energieinfrastructuur. We hebben de laatste maanden als Europa alles op alles gezet om minder afhankelijk te worden van import uit Rusland. Nederland wil zelf eind dit jaar überhaupt niks meer uit Rusland importeren. Dus in die zin zou Nord Stream op een gegeven moment ook voor ons overbodig zijn. Maar het feit dat belangrijke energieinfrastructuur wordt gesaboteerd is natuurlijk erg zorgwekkend en vraagt ook echt om een internationale reactie van Europa. Ja, de zorgen zijn dus groot over dat energieinfrastructuur. We hebben natuurlijk maandag gehoord wat nou als de kraan vanuit Rusland dichtgaat, als Nord Stream 1 dichtgedraaid wordt. Zijn we er als Europa dan wel klaar voor? En wat mij nu dan wel opvalt is, we hebben nu geen keuze meer. Het maken van Nord Stream 1...
gaat maanden duren, als het al kan. En dit vraagstuk is eigenlijk nu beslecht. Want we krijgen dat gas niet meer uit Rusland. Nee. En Duitsland is er erg afhankelijk van. Dus ik vraag me ook af, is de paniek nu toegeslagen? Want er lijkt nog relatieve rust hier in Den Haag. Maar dit is wel het scenario waar we maandenlang over gezegd hebben. Als dat gebeurt, dan zitten we echt in de pinari. Ja, ik geef het woord weer even aan Martijn. Ik zie hier wel twee mensen tegenover me knikken. Ja, ik kom straks bij je terug. Maar in ieder geval komt Stefan om 18:00 bij ons in de uitzending. En die gaat dat heel rustig en goed voorbereid allemaal uitleggen. Ik lees hier allemaal vers van de Telex. De laatste alinea integreert erg, want die gaat over diamanten. Dat zou een verbod op het uitvoeren van diamanten, importeren van diamanten. Dat zou Moskou 7 miljard kunnen kosten. Maar de eerste zin is, de Europese Commissie wil Rusland met bijtende sancties treffen naar de recente escalatie rond de oorlog. Dat zegt Ursula von der Leyen natuurlijk en Borrell in de gezamenlijke verklaring. Er ligt op tafel een nieuw plafond voor olieprijzen, verdere invoerbeperkingen van Russische producten, waaronder dus die diamanten, en een nieuw uitvoerverbod van goederen die Moskou militair zou kunnen gebruiken. Maar ook zouden EU-burgers niet meer in het bestuur mogen zitten van een Russisch bedrijf. Daar zijn er nog maar een paar, maar dat wordt dan dus echt verboden. Okay. En bedrijven en individuen die illegale referenda hebben georganiseerd, die worden op de sanctielijst gezet. Maar dat was gisteren. Dat was gisteren ook al, die organisatoren. Ja. Kijk, heel snel toch iets staat, maar dat is het wel in grote lijnen. Ja, mevrouw Mulder, is dat bijtend genoeg? Nou, het belangrijkste is dat we dit met elkaar allemaal afspreken. Hè? Dat alle landen in Europa ook meedoen. Dat hebben we tot op heden wel gezien. En ik hoop dat we daar mee doorgaan. Want je ziet maar weer hoe kwetsbaar je bent. En ik vind dat er een duidelijke koers mag zijn richting Rusland. Dat als je zo omgaat met democratie, dat je nep-referenda organiseert en dan zogenaamd doet alsof het land daarna voor jou is. Dus als je dan wordt aangevallen, dan kun je van alles gaan inzetten. Die dreiging zit er natuurlijk boven. Ja. Dat is onacceptabel. Ze hebben gewoon landjepik gedaan, de Russen in Oekraïne. En op geen enkele manier moeten ze dan denken dat ze daarmee weg gaan komen. Maar is Europa nu niet wat vlot met de sancties richting Rusland? Ook omdat het nog niet helemaal zeker is. Of de Russen. De aanleiding was volgens mij de illegale referenda. Ja. En dat het pakket nou extra zwaar mag worden doordat dit ook is gebeurd, zeg maar, op zee. Hè, deze explosies. Maar daarvan is nog niet duidelijk of Rusland daarachter zit. Nee, ik vind dat die illegale referenda vind ik al genoeg. Aanleiding genoeg. Ja. En hoe ziet u dat, meneer Brekelmans? Ja, daar ben ik het mee eens. Kijk, dit pakket was al in voorbereiding voordat gisteren die explosies bij Nord Stream plaatsvonden. Dus dat staat daar in die zin enigszins los van. Wellicht dat er nog aanvullende maatregelen of tegenreactie komt als vast komt te staan, als we daadwerkelijk hebben vastgesteld dat Rusland dit gedaan heeft. Kijk, volgens mij is dit weer een goede extra stap. Wat ik er ook goed in vind, is dat er weer extra restricties op technologie-export zijn aangekondigd. Want je ziet eigenlijk dat in die oorlogsmachine van Rusland dat hetgene is wat ze behoorlijk veel pijn doet. Mm-hmm. Wat ik ook goed vind, is dat er sancties kunnen worden ingesteld op individuen of banken bijvoorbeeld die mee willen werken aan het omzeilen van de sancties. Dat is steeds het probleem waar we tegenaan lopen, dat we nieuwe pakketten ontwerpen, maar dat Rusland ook weer naar manieren zoekt om daaromheen te werken. Ja, en ook die prijs, dat prijsplafond op olie. Kijk, er zijn natuurlijk ook andere landen die olie afnemen van Rusland. En het kan ook zijn dat bijvoorbeeld omdat wij vaak Europese olietankers hebben die daar die dat vervoeren. Ja, op het moment dat wij niet meewerken aan hogere prijzen dan dan dat plafond, kan het op die manier ook wel een impact hebben op Rusland. Hebben. Dus het is volgens mij wel weer een goede stap. Maar uiteindelijk zijn het niet sancties die deze oorlog beëindigen. Daar moeten we ook reëel zijn. Ja, maar en mevrouw Mulder, nog even terug naar dat onderzoek naar die explosies, die sabotage. U wil ook dat ons ministerie van Buitenlandse Zaken mee gaat helpen aan dat onderzoek, hè? Ja, want het raakt natuurlijk uiteindelijk heel Europa. Ik heb dat gisteren op de Twitter gezet. Ik vind dat het nodig is dat daar helderheid over komt waar dit vandaan komt. We denken nou met z'n allen aan Rusland, maar dat weten we natuurlijk niet zeker. En ik vind dat onderzoek zou dat ook moeten uitwijzen. Ik heb inmiddels gezien dat in Zweden daar ook sterk de roep om is, Europees natuurlijk. Dus laten we kijken dat we daar ook aan bij kunnen dragen, wat we bij kunnen dragen. Ja, we hebben ook een expertise volgens mij in Nederland met allerlei duikbedrijven die onder water kunnen lassen. Ook onze kennis en kunde en know-how daarvoor inzetten. Dat is onze sterke kant en die moeten we gebruiken. Ja, Leendert, weet jij hoe andere fracties in de Kamer hierin staan? Wat bedoel je dan precies hierin staan? Nou ja, of die vinden dat er nog strengere sancties moeten komen, of dat er een hele sterke reactie op deze gaspijpleiding
explosies moet komen. Ja, de kaarten zijn al een tijdje verdeeld, hè, of geschud. Hoe zeg je dat? Geschud. Ja, we weten eigenlijk wel hoe alle partijen hier in dit conflict staan. Maar ook als het gaat om de sancties. Want weer een pakket, ja, dat ook heeft, zeker. Heeft ja, ook, ja, dat weten we wel. Forum voor Democratie, Groep van Haga zijn niet voor sancties. PVV is ook erg kritisch. Zeggen, kijk eerst even naar de mensen in Nederland voordat je die sancties gaat uitvoeren. En de sancties raken de Nederlanders harder, ja, dan dat ze de Russen raken. Dus nou, daar bij zit het echt Forum voor Democratie gaat nog wel verder, ja, dat ze niet natuurlijk tegen sancties zijn. Ze zijn gewoon Poetin-adepten. En hier in het parlement notabene verkondigen ze praat waar je kapot voor moet schamen. Dit was Agnes Mulder van het CDA. Sorry, ik moest er even uit. Nee, dus daar, ben ik het mee eens, daar ben ik het mee eens. Maar hoe de... Ja, daarin is eigenlijk voor me, door Nord Stream 1 en 2, wat er gebeurt, is daar niets veranderd. Nee. Dan nog even een vraag voor ons land. Ook vanwege die oorlog in Oekraïne. Mevrouw Mulder, Russische dienstweigeraars die het land nu ontvluchten omdat ze niet mee willen vechten tegen Oekraïne, zijn die welkom in Nederland? Nou, je ziet dat heel veel mensen richting Kazachstan gaan. 100.000 richting Georgië. Mongolië heeft de grenzen opengezet. Oezbekistan, dus heel veel Centraal-Europese of Centraal-Aziatische landen zeggen, kom maar hier. Jullie zijn welkom. En het zou ook mooi zijn als ze die kant ook opgaan. Want ik maak me wel zorgen dan over onze Oekraïense vluchtelingen hier. Mm. En de mix daarvan. En ik zou dat liever niet zien. Nou, we hebben natuurlijk veel Oekraïense vrouwen met name en kinderen opgevangen. En dan zouden we nu Russische mannen gaan opvangen. Die komen mogelijk in dezelfde opvangcentra terecht. Ik vind dat gewoon geen goed idee. En ik zou er dus ook heel terughoudend in zijn. Ja. En ik snap ook wel bijvoorbeeld dat de Baltische staten ook zeggen van ja, er zit een veiligheidsaspect ook nog aan. Hè. Je weet niet wie je allemaal precies binnenhaalt. Er kan van alles tussen zitten. Ja. 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 Dus die laten we daar ook niet naïef in zijn. De Baltische staten hebben ons de afgelopen jaren al veel vaker voor van alles gewaarschuwd. Ja, en wat ze ook aangeven van ja, is dit nou de moraal die je dan ook wil binnenhalen in je land? En nou ja, ik snap die uitspraken vanuit de Baltische staten wel. Ja, je zou kunnen redeneren, dit zijn Russische mannen die ook partij kiezen tegen Poetin, net als wij. Dus ik heb niet het idee dat er nu heel veel mensen al vanuit Rusland onze kant aan top komen zijn. Maar ze zijn bijzonder welkom, hebben we gezien in Kazachstan, in Oezbekistan en ook andere landen direct rondom Rusland, waar ze ook geen apart paspoort of wat dan ook voor nodig opvang hebben. Opvang in de regio. Kunnen ze gewoon dus in de regio, opvang in de regio, dus daar. Ja, en meneer Brekemans, hoe denkt u daarover? Ja. Nou, ik deel die zorgen wel. Kijk, uiteindelijk is het zo. Kijk, we hebben al best gewoon Russische vluchtelingen in Nederland die de afgelopen jaren hier naartoe gekomen zijn gevlucht voor het regime van Poetin. Ik vind dat uiteindelijk als iemand zich hier meldt, en ik verwacht ook niet dat het grote aantallen worden, maar als het zo is, moet je dat individueel beoordelen. Kijk, als iemand echt zich heeft uitgesproken tegen het regime van Poetin, persoonlijk is opgeroepen en vervolgens is gevlucht, en dat je weet dat als je diegene terugstuurt, ja, dat diegene dan persoonlijk vervolgd wordt, ja, dan ontkom je er niet aan om diegene asiel te geven, want zo zijn de regels. Maar ik deel de zorgen van mevrouw Mulder wel dat we erg goed moeten kijken dat we niet, als het grotere aantallen worden, dat we daarmee de Oekraïners die hier komen en die primair onze bescherming nodig hebben, dat tot hele vervelende situaties leidt. Meneer Brekemans, deserteur zijn in Rusland, dat wordt niet lichtzinnig opgevat, hè? Ik bedoel, daar staan sancties op. Ja. Dat weet je van tevoren zeker. Dus als je deserteur bent en je bent in Nederland, kan je niet meer terug. Dat klopt. En maar kan het is niet, nooit meer terug. Maar het is niet zo dat iedere Rus die nu hier naartoe komt een deserteur is. Dus daar moeten we wel even goed naar kijken. Hè. Dus daarom zeg ik ook, als iemand persoonlijk is opgeroepen en we weten dat die persoon op het moment dat je die terug zou sturen, dat hij dan jarenlang een gevangenisstraf tegemoet gaat, ja, dan is dat gewoon onder het vluchtelingenverdrag, ja, is zo iemand de vluchteling. Ja, maar dus eigenlijk dus de deserteurs kunnen we hier gaan we opvangen als Nederland. Als ze zich melden, vangen we ze op. Dat zegt de VVD nu. We gaan gewoon individueel beoordelen of iemand recht heeft op asiel. En niet aparte regelingen, aparte categorieën, gewoon individueel beoordelen zoals dat nu ook gebeurt. En dan kan het best zijn dat er inderdaad veel mensen die waarvoor dit geldt, dat die hier recht hebben op asiel. Maar ik wil geen aparte Europese regeling of dat soort dingen. Agnes Mulder van het CDA, Ruben Brekemans van de VVD, buitenlandwoordvoerders voor hun partijen en politiek verslaggever Leenert Beekman. Dank jullie wel.